Hoi, welkom bij een nieuwe video. Ik ben nu een half jaar bezig en ik heb al een Get to Know Me tag gedaan. Maar er zijn heel veel dingen die jullie nog niet van mij weten. Dus ik heb 50 feitjes over mezelf op een rijtje gezet. En die ga ik jullie nu vertellen. Ik ben 30 juni 1983 geboren en ik ben nu dus 33 jaar. Ik ben geboren en opgegroeid in Rotterdam. Ik heb één oudere broer, Tabor, en ik heb een jonger zusje, Cheyenne. Natuurlijk kennen jullie mijn hondje Cosmo al en hij is nu anderhalf. Ik ben best wel klein, ik ben 1,62 meter en ik weeg volgens mijn laatste weegmoment 65 kilo. Voor het mooie zou ik er eigenlijk nog een paar kilo af willen. Ik heb al meer gewogen, volgens mij heb ik rond de 80 kilo gewogen en voor mijn kleine lengte was dat wel echt te veel. En had ik echt een hele dikke hamsterwangen eigenlijk. Maar ik ben op zich best wel tevreden nu. Ik ben kwart Braziliaans. Mijn moeder is geboren uit een Braziliaanse vader en een Hollandse moeder. En mijn vader is ook Hollands, dus dat maakt mij een kwartje. En ik ben nooit in Brazilië geweest, spreek de taal ook niet. Dus ik voel me echt wel 100% Nederlands eigenlijk. Vroeger was mijn grote droom om ballerina te worden. Vanaf mijn vierde geloof ik ben ik op ballet gegaan. En later ging ik over naar de RAD, de Royal Academy of Dance. En dit was een Engelse balletopleiding waarbij je grades afliep in plaats van een klas. En bij elke graad moest je aan het eind van het jaar een examen doen. En dat was bij een Engelse examinator. Die kwam dan speciaal naar Nederland toe. En er werd zo'n leuk belletje zo gerinkeld. En dan was er een pianist bij. En daarna kreeg je te horen na een paar weken of je geslaagd was. En met welk cijfer. En of je door mocht naar de volgende graad. Mijn knieën lieten het alleen niet toe om verder te gaan. Mijn grote droom was om daarna echt naar de balletacademie te gaan. Maar mijn knieën die schoten steeds uit de kom en toen kreeg ik van de orthopeed te horen dat ik moest stoppen met dansen. En toen ik ongeveer 12 jaar was, heb ik in de musical Oliver Twist gespeeld. Dit was onder leiding van de balletschool en mijn zusje zat ook in de musical. En mijn vader had een van de grote hoofdrollen, Bill Sykes, de boef zeg maar. En dat is denk ik wel een van de leukste ervaringen van mijn leven. De opleiding die ik heb gedaan heeft niks te maken met het werk dat ik nu doe. Ik heb namelijk een verpleegkundige opleiding gedaan. Ik heb eerst een verzorgende opleiding gedaan, verzorgende IG. En toen heb ik in een woonvorm voor lichamelijk gehandicapten stage gelopen. En in een verpleeghuis. En daarna heb ik verpleegkundige psychiatrie gedaan, een jaar. En toen liep ik stage in de BAVO, maar toen werd ik zo bang toen een man naar me toe kwam die vroeg of ik een spuit had voor hem. En die een poeltafel op wilde tillen om eigenlijk op mij te gooien. Dat ik nooit meer terug ben gegaan en toen ben ik overgegaan naar de verpleegkundige A-opleiding. En toen heb ik 4 jaar geleerd en gewerkt in het ziekenhuis. Verschillende afdelingen gedaan, maar het was toch niet mijn ding. En mijn hart lag er niet echt bij. In de laatste jaar was ik echt heel ongelukkig. En toen mij gevraagd werd wat ik dan wilde doen. Zei ik, ik wil graag boeken schrijven. En toen werd ik heel hard uitgelachen door mijn voormalig leidinggever. En toen mijn eerste boek uitkwam, heb ik dus wel even een mailtje gestuurd. Nooit meer iets gehoord trouwens, maar ik vond het toch wel leuk om te doen. Daarna heb ik veel verschillende baantjes gehad. Ik heb in winkels gewerkt, in een archief gewerkt. Ik heb als telefoniste gewerkt, als receptioniste, natuurlijk ook als vakkenvuller. Ik heb een krantenwijk gehad. En als ik dan zeg maar rond oudjaar geld op ging halen, wisten de meeste mensen niet wie ik was. Omdat mijn ouders vaak de krantenwijk van me overnamen als ik weer naar ballet moest rond dat tijdstip. Maar nu ben ik heel gelukkig met mijn werk. Ik ben nu 6,5 jaar ondernemer. Ik werk voor heel veel verschillende uitgeverijen. En wat ik doe is het corrigeren en of pers klaarmaken van manuscripten voordat ze uitkomen. Bij sommige uitgevers zoek ik ook de manuscriptbegeleiding, vooral als het om een eerste boek gaat. Ik ben pas 2,5 jaar geleden op mezelf gaan wonen. In 2005 ben ik begonnen in het, boekenvak. Toen ben ik begonnen met columns schrijven en met een eigen blog. Dat was toen nog op tjoekiepoekie.weblog.nl. En 2005 is ook het jaar waarin ik mijn eerste boek begon te schrijven, Liefdezuivel. En dat eerste boek verscheen in 2009 en werd toen genomineerd voor de Nieuwe Schrijversprijs. Mijn favoriete seizoen is de zomer. Ik hou heel erg van koken. Ik vind het heel leuk om nieuwe gerechten te maken. En vind het sowieso heel erg leuk om te koken. Ik zou ook meer willen doen met bakken. Maar daar ben ik gewoon nog niet zo heel erg goed in. En dat zul je misschien vaker in mijn vlogs voorbij komen. In bed kijk ik vaak naar YouTube-video's of eventjes op mijn iPad. En doe ik trouwens ook heel veel tijdens het koken. Of ik kijk naar YouTube-video's. Of ik kijk naar Netflix. Mijn jeugdtrauma is de verfilming van The Witches van Roald Dahl. Die film keek ik toen ik een jaar of 10, 11 was. En s'avonds, ik vond hem al eng. En s'avonds ging ik in de tuin zitten en zat ik in mijn eentje op een schommel. En ik zweer dat ik gewoon echt iets scherps in mijn nek voelde. Hier achter in mijn nek. En ik dacht gewoon dat dat dus de nagel was van de heks uit de film. En sindsdien heb ik dus een trauma. En ik heb 2 jaar geleden de film nog een keer gekeken en toen was ik net zo bang. Mijn favoriete film is Clueless. Die film is in 1995 uitgekomen. Ik zat toen in de brugklas.
En met bijna de hele klas gingen we toen naar de bioscoop. Mijn moeder was er ook bij. En sindsdien heb ik die film wel een keer of 40, 50 gezien. En ik kan gewoon echt de halve film meepraten. Oh my god, just touch your bonehead. I'm out. Audi. Ik volg best veel series. Ik kijk bijvoorbeeld naar Baby Daddy, Devious Mate, How to Get Away with Murder, Scream Queens, Pretty Little Liars, Scream, Once Upon a Time, Suits, Orange is the New Black. En eigenlijk kijk ik er nog wel veel meer, maar ik heb er best wel veel geschrapt en sommige series zijn al klaar, zoals Gossip Girl en Revenge. En ik kijk ook naar Fuller House. Eerste ontmoetingen vind ik vaak heel awkward. Ik ben dan altijd van tevoren een beetje zenuwachtig van moet ik nou een hand geven, 3 zoenen, 1 zoen, een knuffel en een zoen. Het is iedere keer anders. En ik ben heel vaak best wel enthousiast en dan geef ik dus iemand een knuffel of 3 zoenen en dan zie je diegene echt zo'n beetje heel voorzichtig naar me kijken en ja, een beetje zenuwachtig eigenlijk. En dan denk ik bij mezelf, oh, had ik toch maar een hand gegeven. En ik kan me daar echt nog heel lang druk om maken terwijl een ander dat misschien na 5 minuten alweer vergeten is. Ik ben heel sociaal en ik hou echt van veel mensen om me heen. En ik kan dan ook heel moeilijk tegen stiltes. En ik werk natuurlijk al de hele dag thuis in mijn eentje. En dan ben ik s'avonds ook nog alleen thuis. En het kan wel eens te stil worden. En als de muren dan echt op me afkomen, dan ga ik of naar mijn ouders toe of naar een vriendin toe. Of ga ik even ergens wat drinken. De mooiste plekken waar ik ben geweest zijn Ibiza. En dan vooral Ibiza stad en Formentera, klein eilandje daar in de buurt. Berlijn, Parijs en Londen. Ik raak meestal extra gemotiveerd als iemand zegt dat ik iets niet kan. Of als ik een bepaald doel niet ga halen. Dan wil ik het juist gaan halen. En nou ja, dat triggert mij dus heel erg. Ik lust weinig alcohol. Eigenlijk alleen droge witte wijn. Maar dan met heel veel ijs. En na een glas of 2 ben ik eigenlijk alweer klaar mee. En bestel ik weer een ijsthee. Ik kan best onzeker zijn. Soms heb ik ook echt van die fases. En ik heb dat ook heel erg als iemand zegt, ik heb je boek gelezen, maar daarna niks meer zegt. En dan durf ik dus niet te vragen wat diegene ervan vond. Want ik ga er dan eigenlijk vanzelf al wel uit dat je het niks vindt. Want waarom zeg je anders niet dat je het wel goed vond? En ik heb 1 keer meegemaakt dat ik in een volle kamer zat op een verjaardag. En dat iemand dus wel vertelde wat hij van het boek vond. En dus zei dat het eigenlijk gewoon helemaal ruk was. En nou ja, sindsdien vraag ik het ook gewoon niet meer. Ik ben heel eigenwijs. Als ik iets wil, dan doe ik het. En als iemand juist niet wil dat ik dat doe, dan ga ik het juist wel doen. De grootste trots in mijn huis is mijn regenboogboekenkast. En ik heb dus mijn boeken op kleur gesorteerd. En alleen al door te kijken naar die boekenkast word ik heel vrolijk. Ik heb eigenlijk krullen, maar ik maak mijn haar meestal stijl. En ik heb nu half krullen. Ik heb het eigenlijk niet stijl gemaakt, maar dan een staart laten opdrogen. En ik heb ooit 2 plukken van mijn haar geknipt, omdat een ander klasgenootje dat had. En die had haar, zeg maar, 2 voorste plukken tot hier. Dat heb ik ook zo afgeknipt. En toen stond ik voor de spiegel en toen werd ik zo zenuwachtig. Ik voelde het gewoon echt zo van binnen. Dat ik die 2 plukken dus helemaal tot hier heb afgeknipt. En toen heb ik dus jarenlang nog gelopen met gekke korte krulletjes. Ik vind ramenzemen leuk. Ik weet niet waarom. Qua muziek hou ik van singer-songwriters, van pop, blues, jazz, rock. En qua boeken zijn het vooral Young Adult, Feel Good. Nou, eerst heette dat Chick Lit. En thrillers. En dan vooral Young Adult thrillers, Young Adult contemporary. Soms Young Adult fantasy. Ik ben Chinook en ik ben een shopaholic. Als een nummer gedraaid wordt dat ik echt heel leuk vind, zeg ik bijna standaard, oh, dat is mijn liedje. Inmiddels reageert niemand er meer op. Waar ik voor aan het sparen ben, is een rondreis in Amerika met mijn zusje Cheyenne. En we willen eerst een rondreis doen in de West Coast. En volgend jaar willen we een paar weken naar New York. Ik ben een echte concertjunkie en ik hou van festivals. Met mijn zusje ga ik wel naar meerdere concerten per jaar. Gemiddeld 3 tot 5 concerten. Ik ben bijvoorbeeld naar Michael Jackson geweest. Dat was mijn allereerste concert ooit. Ariana Grande, Lady Gaga, Kevin DeGraw, Craig David, Destiny's Child, Beyoncé, Christina Aguilera, Taylor Swift, Backstreet Boys, Take That, Mary J. Blige. En verder kan ik me eigenlijk even niet meer herinneren. Mijn guilty pleasure is Zac Efron en eigenlijk ook High School Musical, alle delen. Ik hou niet van oren en voeten, behalve van die van mezelf. Een ander feitje is dat ik fibromyalgie heb en daar heb ik een aparte video van gemaakt. En die video vind je hieronder even, zal ik zetten in de beschrijving. Ik heb een hekel aan arrogante en aan jaloerse mensen. Ik ben heel perfectionistisch, ik ben ook heel hard en streng naar mezelf toe. En ik ben niet snel tevreden. Ik heb een behoorlijke vliegangst en sinds een paar jaar eigenlijk ook hoogtevrees. Ik rijd geen auto, ik heb mijn rijbewijs denk ik 10, 11 jaar geleden gehaald. Maar ik rijd al jaren niet meer. Ik ben gewoon veel te dromerig. En nou ja, boem is ho. Ik zie dan iets en dan raak ik afgeleid. Hetzelfde geldt trouwens voor fietsen en voor oversteken. Ik kan soms paniekaanval krijgen als ik naar een evenement moet. En meestal als ik alleen moet. En dan kan ik me van tevoren heel erg druk maken. Ik lust geen koffie en thee. Ik heb zelfs een keer bij een sollicitatie gezegd,
op de vraag van koffie of thee wilde, doe maar water, ik ben niet zo duur. Nee, ik werd niet aangenomen. Ik zou graag een pinguïn als huisdier willen hebben, maar dat kan helaas niet. Een rare hobby van mij is metroreizen en vooral in andere landen. Dat vind ik gewoon heel erg leuk. Doordat ik zo gek ben op metroreizen, heb ik een keer een bommelding meegemaakt met mijn moeder en mijn zusje samen. Toen waren we in Londen en wilde ik met de metro van Piccadilly Circus naar Leicester Square, zodat in 5 minuten ook gewoon loopt. En toen stonden we 3 verdiepingen onder de grond en toen was er dus een bommelding. Het was echt precies 1 jaar nadat er een bomaanslag was geweest, echt op die dag 1 jaar geleden. En toen moesten we dus met 1000 mensen naar boven rennen. Roltrappen werden meteen stilgelegd, want iedereen kon rennen. Alle poortjes gingen gelijk open. Maar gelukkig gebeurde er niks, want ik ben er nog. Ik ben gek op Kinderen voor Kinderen 7. Ik was nog heel jong toen die editie uitkwam. Maar dat vind ik echt de allerleukste Kinderen voor Kinderen ooit. En mijn favoriete liedje is Klein is Fijn. Klein is fijn, ik wil niet groter worden. Klein is fijn, ik wil niet groter zijn. En waarschijnlijk een heel raar feitje is dat ik een grijze wimper heb. Die heb ik echt gewoon hier. En die heb ik al, nou ja, zolang ik me kan herinneren. En die wimper die kan wat langer worden. Zo kan ik het niet laten zien. Die kan zo lang worden. En nou ja, met mascara op is het natuurlijk zwart, dus dan zie je het niet. Maar als ik mijn mascara af heb, dan heb ik best wel veel last van die grijze wimper. Want dat zit dan iedere keer gewoon zo voor je oog. En als die te lang wordt, dan knip ik hem dus af. Alleen het gaat ook wel eens fout. En ik heb ook wel eens gewoon een deel van mijn wimpers meegenomen. Dit waren 50 feitjes over me. Merendeel denk ik dat je nog niet van mij wist. Ik hoop dat je de video leuk vond en dat je me zo wat beter hebt leren kennen. Geef een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En bedankt voor het kijken. Doei doei! Thank you.